Weet je, de prangende vraag eigenlijk elke avond aan deze tafel is natuurlijk een beetje van... je hebt het over Eva gehad al een aantal keren. Ja. Hoe was het gisteravond weer bij Eva? Ik wil van Eva geen Manolev maken. Laten we daar veel op stellen. Maar kijk, als je de dag ervoor de drie hebt die naakt lopen... wat al helemaal nergens over ging, echt dat gesprek ging helemaal nergens over... en je zet de volgende dag een panfluiter aan tafel. Een panfluiter? Ja, een panfluiter. Die man die noemde zich de... de vaderlandse panfluiter. Panfluiter des vaderlands. Panfluiter des vaderlands. Ja. Nou, er zijn maar drie mensen die panfluiten. Maar die andere twee horen niet bij, want die zijn doof. Maar in ieder geval... maar dan denk ik... zet nou wat minder mensen aan tafel... maar gewoon gesprekken die gewoon... ergens over gaan. Ja, zinnig, maar, zoals bij ons. Ja, zoals bij ons, gewoon zinnige gesprekken waar je wat in hebt. Maar wat moet je aan zo'n panfluiter vragen... Nou ja, dit ging ze aan de panfluiter vragen. Matthijs Koenen, panfluiter des vaderlands. Wow. Welkom. En jouw babytje ligt hier. Ja. Ik verzin dat niet, dat het jouw babytje is. Zo noem je het zelf ook. Je techniek aanpassen ook. Absoluut. Je mondtechniek aanpassen. Je praat erover alsof het een mens is die je verrast. Ja, maar voor een... En dit wordt uitgezonden, dit, hè, gewoon. Ja, maar voor de journalisten waar die ik inhoudelijk hoog in schat... Ja, absoluut. Kan dit niet. Nee, maar René, ook de redactie die daaraan werkt... dan komt iemand met het idee om een panfluiter... Ja, maar weet je waar ik nou zo bang voor ben, Johan? Hm? Dat komt nu dat Eva zelf was. Nou, dat geloof ik echt niet. Dat weet ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Jij moet opletten of het is gespeeld... maar hoe enthousiast zij reageert... als hij gaat panfluiten. Ja? Ja, Laten we kijken. Kijk, die Saskia aan kijken. Saskia wordt helemaal gek. Fascinerend! Fascinerend. Matthijs, dank je wel. Fascinerend. Was niet te wat te horen. Nee, maar dit is een vorm van de mensen naar de concurrentie jagen. Ja, want als ik vroeger een bandje meenam, dan liepen er 400.000 mensen weg. En zo'n panfluiter, René zegt er zijn er drie. Dus er zijn nog twee mensen in Nederland die dit interessant vinden. Maar ik wist niet eens dat het nog... Waren dat toch vroeger die Shores, Samfier of zoiets? Ja. 70 jaren. Zo'n groepje, ja. Ja. Maar je ziet ze ook nog wel eens in het buitenland... dit soort typetjes als straatorkestje en zo. Ja. Oh, dit was het, ja. 70 jaar was het. Dit is mijn jeugd. Mooi. Maar dit is hij niet, hoor. Nee. Ja, dit heeft nog wel wat. Dit is fascinerend. Dit is fascinerend. Ja, fascinerend. Dit is, maar je kunt ook je kinderen het niet aandoen... dat die op school moeten zeggen... wat doet je vader? Die is panfluiter. Ja. Ja, dat is... Ja, dat doe je kind niet aan, toch? Nee, ja, goed, ik moet ook wel eens stellen... ik presentaat van dit programma ben. Dat is ook niet fijn voor mijn kinderen. Maar ik begrijp nee, wat je dan bedoelt. Dan mogen die kinderen niet meer met jouw kinderen spelen. Nee, vaak niet, nee.